Is het Bonte en heeft dan ook de mooie naam James Bond.
dat er hier zeer bijzonder beroemde paarden meelopen. Aanspanning nummer 24. Ja, we kunnen heel veel vertellen, maar we gaan gewoon door. Het is de familie Raamaker uit Bergentheim. Ze rijden met een nieuw ontworpen rijtuig. U ziet voor en achter remschijven. Vier paarden en kijk, ze is reizend in de voorhand. En Henny die lacht, die heeft er 20, dames en heren. En hij gaat nog een beetje kijken. Hij kan zelfs wennen en een lachend gezicht. En met één hand, dan dacht ik, geef een applaus mee. De paarden worden er nog mooier van. Dames en heren, deze aanspanning nummer 26 van familie Kruiphof uit Kampen. 26 van die van Zanten uit Rozen aan ons voorbij trekken. Met een wagonet die met name geschikt is om familiebezoek weer af te leggen. En natuurlijk ook heerlijke ritten zoals vandaag. En natuurlijk is op deze vis zonder oogkleppen, zonder braaf. En in dit geval is het dus een hoge graad van afwikkeling. De familie Kappert uit Jalsen, rijdt met een Duitse jachtwagen. Je ziet de linnenkap lekker naar beneden, want Grunis is ons goed gezet geweest. En volgens mij Herman ook. Herman, je hebt een mooie hoek. Mijn complimenten passend bij het rijtuig, dames en heren. Want smaak is natuurlijk ook wel rood in de muren, rood in de groeten. En dan ook weer zo'n mooie boerenaanspanning. De meeste zijn in brand gestoken, maar deze is ook gered. Gelukkig zou ik haar zeggen. En wat zijn we blij dat we hier aanwezig is. Aanspanning nummer 23 van de boerenman uit de Leusden. En een wagen uit het legitiem Holland. En daarmee is het kwijt geslecht. We zijn erdoor. Jammer genoeg. Ik wil u uitnodigen volgende week zondag.